Leerlingen van het Montessori-college Arnhem mogen door naar de internationale ronde van de Duurzaamheidsolympiade Inespo. Afgelopen zaterdag vond de nationale ronde plaats, waarin het project van deze scholieren tot een van de beste tien behoorde. Aan de nationale ronde deden circa 220 leerlingen van 27 Nederlandse scholen mee, die hun oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken presenteerden in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Met hun project Can Coral Reefs Durable Be Retained scoorden de scholieren van het Montessori College Arnhem hoge ogen bij de jury. Op 3 en 4 juni zullen zij samen met ongeveer 300 internationale scholieren vanuit 45 landen hun project presenteren in de Nieuwe Kerk van Middelburg. De beste Nederlandse projecten winnen deelname aan wetenschapsolympiades in Brazilië, de Verenigde Staten of elders in Europa.